staat voor bibliotheken de klant centraal. Want de klant die is op dit moment overal. 24 uur per dag, 7 dagen in de week. En wij helpen de bibliotheken om die klant te volgen, te enthousiasmeren en te activeren. Ik ga proberen uit te leggen dat er door digitalisering dingen echt serieus veranderen. Niet noodzakelijk morgenochtend, maar wel over een aantal jaren. Trouwens, die veranderingen zijn al gaande. Mijn presentatie vandaag gaat voor een groot deel over hoe bibliotheken data kunnen gebruiken om hun dienstverlening te verbeteren. En daarbij zal ik aan de ene kant wat vertellen over hoe data gebruikt wordt, een klein beetje de techniek erachter en misschien een heel klein beetje de wiskunde erachter. Proberen nieuwe dingen te verklaren in termen van het oude, in termen van datgene dat je al kent, dat is linkersoep, want dan blijf je toch vooral altijd aan dat oude denken. A car is not a faster horse. En ik denk dat dat ook geldt voor de manier waarop mensen media maken, verspreiden en tot zich nemen. Dat moet je niet alleen maar zien als een puur digitale variant van hoe het vroeger was. Het is waarschijnlijk, leidt dat tot hele andere combinaties, andere producten en ook andere manieren van consumeren. Ik ga me ook richten op het consumentengedrag. Hoe gedragen mensen zich online? Wat is de psychologie daarachter? En hoe kun je die gebruiken om uiteindelijk online een betere ervaring te bieden? Er is een grote behoefte aan digitaal materiaal met e-books, met digitale tijdschriften, kranten. Dus die zaken kunnen ze veel meer gaan promoten en de behoefte aanboren onder hun leden. Bibliotheken kunnen beter inspelen op de behoefte van de klant door meer te weten over de klant. We hebben de uitleengegevens van bibliotheken. We weten waar mensen op klikken. We weten waar mensen komen. We weten welke activiteiten ze doen. En als we die activiteiten weten, dan kunnen we ook de content en de informatie presenteren die dat doen. Benader je klanten actief met op maat gesneden boodschappen en berichten. Haal ze naar je filiale vestiging toe en activeer ze. Een mooi voorbeeld uit de praktijk vind ik dat lokale bibliotheken allerlei workshops en e-bookcafés organiseren waarmee ze hun leden kennis laten maken met e-books en daar ook uitleggen hoe ze het moeten gebruiken. Mijn grootste advies aan iedereen die beweegt richting een online wereld: leer van wat de andere spelers te hebben gedaan en leg je erbij neer dat de online wereld een hele snelle is, waar snelle veranderingen snel getest kunnen worden en je op die manier uiteindelijk steeds verbetert. Dat is één advies, of eigenlijk twee adviezen, is aan te sluiten op de baas en aan te sluiten op Data Warehouse. Mijn advies aan bibliotheken is: ga die e-books gebruiken naar je leden toe. De leden hebben er behoefte aan, het is centraal ingekocht. Wat je als lokale bibliotheek kunt doen, is er lokaal aandacht aan besteden en mensen opmerkzaam maken dat deze dienst er is. En ik weet zeker dat de leden daar behoefte aan hebben en dat er ook nieuwe leden mee geworven kunnen worden. Bibliotheken moeten ook mee in het veranderende medialandschap. En dat vraagt ook een nieuwe inzet van bibliotheken. Er wordt natuurlijk heel veel landelijk ontwikkeld, maar daarmee ben je lokaal als bibliotheek natuurlijk niet. Het gaat om de contacten lokaal in te brengen in die landelijke diensten. En dat is de samenwerking die we zoeken vanuit Den Haag, zogezegd, richting de lokale bibliotheek. En de bibliotheek is aan zet, de diensten komen eraan.